Nicolette, ja. Welkom. Het ziet er prachtig uit. Dank je wel. De kleur staat je heel mooi. Maar wie is Nicolette Boschieter? Nou, ik ben een trotse moeder van twee kinderen. En ik heb nog een derde kindje. En dat is Pancakes Amsterdam. Ja. Zes pannenkoekenhuizen. En één daarvan zit op de Zuidas. Ik zag het, ja, inderdaad. Je hebt ooit een... want je bent van heel ver gekomen, hè, want het is niet ineens dat je dat pancakes bent gaan doen. Je hebt ooit een studie HTS confectie afgerond. Klopt dat? Ja, klopt. De meeste koetsier in Amsterdam. Mooie opleiding. Hele prachtig. Mooie opleiding. Ja. En ook heel veel geleerd. Heel veel plezier gehad, dat voornamelijk. En daarna ook in de confectie gaan werken. Maar het was niet mijn ding, veel nee. gezien. Was tot de fashion was er niet bij je? Was er niet bij mij, nee. Nee. Maar de huur moest betaald worden. Dus nou, mijn baan opgezegd en weer de horeca ingegaan. Knap hoor, dat je dan toch die knoop hebt doorgehakt. Ja. Ja. Nou, en je bent een ondernemer, puur sang, hè? Want nou ja, ik heb een beetje ingelezen. Maar kom je ook uit een ondernemersgezin, Nicolette? Ja, zeker. Mijn opa had al schildersbedrijf in Amsterdam. Mijn vader heeft meerdere ondernemingen gehad. Dus ja, het zat er bij mij ook wel in. En daarom paste de fashionindustrie ook niet zo. Want ze zeiden tegen mij, je bent te eigenwijs. Je moet gaan ondernemen, want je luistert naar niemand. Nou, dat klopt wel. Dat zat al vroeg in. Ja. En waar was jullie eerste vestiging? Volgens mij was dat hier, in de negen straatjes, of ja, niet? Ja, klopt. De Berenstraat. Ja. Ja. Deze is al 14 jaar oud. En ja, de kleinste ook. Hele kleine vestiging, maar uiteindelijk... 14 jaar, ja. 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 Uiteindelijk zijn het er nu zes. En hoe ben je pannenkoeken? Ja. Het is natuurlijk een heel toegankelijk product. Ja. Had je er echt bewust voor gekozen? Of nee. Of toeval? Of, hoe gaat dat dan? Ja. Dan ben je aan het brainstormen. Het worden pannenkoeken. Ja. Hoe ging dat? Nou, ik had toen de tijd nog vernoot. En we hadden toen eigenlijk al een andere zaak. Ja. En deze locatie kwam op ons pad. Prachtige locatie. Ja. Oh, leuk. En dit pand werd helemaal opnieuw opgebouwd. En we hadden een jaar de tijd om te bedenken wat we daar gingen doen. En toen dacht ik, wat gaan we nou doen? En toen wilde ik eigenlijk iets. Want ik hou erg van restaurants waar 100% focus is. Oh ja. Dus alleen maar hamburgers of alleen maar iets. Ja. Ja. Lekker overzichtelijk. Ja, ook. En toen kwam ze iemand, ga eens naar pannenkoeken kijken. Er zaten toen in Amsterdam niet heel veel pannenkoekenhuizen. En we hebben alle pannenkoekenhuizen in Nederland ongeveer gehad. Alle verschillen. en uiteindelijk is het dus Pancakes Amsterdam geworden. Met een fris interieur, leuke ontwerpers. Heel eigentijds, hè? Echt heel fris, inderdaad. En net zoals bij andere... het is geen franchise, geloof ik, toch? Nee, het is alle echt, zaken zijn eigen beer. Ja. Want jullie hebben allemaal dezelfde stijl, zelfs op de Zuidas, hè? Ja. Grappig is dat. Ja. Ja, kijk hier. Ja, dezelfde ontwerper die verhuist steeds met ons mee. Of althans, die zorgt dat alle stijlen hetzelfde zijn. Ik vind het ook een hele mooie kleur blauw. Ja. Ja, ik ben er ook een beetje verliefd op. Ja. Ik heb hem niet in mijn huis, maar wel in alle zaken. Ik vind het heel... het staat als een huis, vind ik, die kleur. En ook met dat wit. Ondernemen tijdens COVID, Nicolette. Wil je daarover praten? Nou, het is vreselijk natuurlijk. Niet alleen voor mij, maar voor alle... Hoe gaat het? Alle horecaondernemers was het echt vreselijk. En de eerste maanden heb ik hele... Je weet niet wat je overkomt, hè? Nou, ik heb hele rigoureuze beslissingen moeten nemen. Dus ik was eigenlijk maar aan het overleven en zorgen dat alles in goede banen kwam. Ja, want je had niet één... je had natuurlijk meerdere zaken. En 120 man personeel. Zo. Dus ja. Maar dat... we hebben helaas iedereen moeten ontslaan. Ik kwam voor met velen met jou, hè? Ja, ja zeker. Ja. Maar dat wens ik niemand toe. Hele slapeloze nachten. Het was, mijn personeel gaat me aan mijn hart. Dus dat vond ik heel naar. En je gaat met alle huurbazen in gesprek. Ja. Met alle leveranciers. Ja. Het is een drama. Maar het is ook weer een hele goede leerschool uiteindelijk. Ja. Geloof je, leert ook, je leert je leveranciers kennen. Je leert je... Ja, they showed their true colors, denk ik, dan op een gegeven moment. Hè? Ja. En ook je huurbazen, denk ik. Maar was er wel enige coulance? Bij velen gelukkig wel. Ja. Bij één helaas niet. En daar hebben we afscheid van genomen. Die vestiging hebben we gesloten.
Zonde, hè? Ja. Pennywise pound foolish, denk ik. Want als het weer een beetje beter gaat, dan denkt zo'n huisbaas... Oh, had ik het nou maar... Ja, maar, ja nou, ik wil niet alle schuld bij hem leggen, natuurlijk. Maar, want het is een hele kleine wereld. Maar ja. Hij kende ons ook nog niet genoeg. Die vesting was net open, dus we wisten eigenlijk nog niet... Hij dacht ook, ja, hij neemt natuurlijk ook een risico. Ja. Ja. Maar dat is het natuurlijk. Hè. Iedereen heeft er gewoon last van. Ja. En vind je dat je genoeg geholpen bent door de overheid? Ja, ik vind dat je nooit genoeg geholpen bent, natuurlijk. Maar laten we zeggen dat ik daar niet mijn vaste lasten of wat dan ook van kan betalen. En dat ik nog elke maand in de min ga. Maar weet je, ja, je moet door. En, Want hoeveel vestigingen heb je nu? 6. Ja, ik had er 5, maar ik heb er weer eentje geopend aan de kust. Oh, want ik denk... Geweldig. Nou, kijk, dat is dus ondernemend. Ja. He, dat je dan toch in deze tijd nog... Je kansen moet gaan benutten. Ja, want dit gaat natuurlijk gewoon een keer... Nou ja, COVID zal altijd blijven. Maar we gaan er op een andere manier mee om. En mensen blijven altijd pannenkoeken eten. Vind ik ook. Toch? Mooie ambacht. Moet je trots op zijn. Ja, zeker. Want vertel eens, waarmee onderscheidt Pancake zich met een ander bedrijf? Ik woon hier aan de overkant. En die kleinkinderen die vragen ook heel vaak... Want we gaan het straks over hebben. Ja, die zijn stapelgek op die pannenkoeken. Ja, vind ik altijd, als je 100% goede ingrediënten hebt, dan heb je ook een goed eindproduct. Moet je natuurlijk wel het ambacht kunnen. Ja. En daar staan wij voor. Dus ons meel wordt speciaal gemaald in een molen voor ons. Het is een mix van boekweit, maar ook van volkoren. Maar dat kopen jullie niet gewoon groot in, kant en klaar? Nee, dat is echt een molen die dat helemaal voor ons doet. Echt vakken? Ja, het is echt, wij werken alleen maar met vakidioten. Ook mijn slager is een vakidioot die spek speciaal voor mij zo heeft gedaan. Daar zijn we echt een tijd mee bezig geweest. Ja, daar maak je wel het verschil mee, denk ik. Dus want ik wilde vragen, waarmee onderscheid je van andere pannenkoekenrestaurants? Maar dit dus is echt ambacht. Ambacht, ja. Nou, we hadden het net met Marwa ook over passie. En dat zie ik bij jou ook heel erg. Enorm. Ja, die pannenkoeken die moeten gewoon de wereld over. Het is geweldig. Ja, nou, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Of eigenlijk, je gaat weer veel te snel. want hebben jullie nog ambities? Oh, zoveel, Maar in Nederland of ook internationaal? Nou, dat is natuurlijk een heel mooi concept. Het is een heel mooi concept. En eigenlijk waren we al bezig om internationaal te kijken. In 2019 ben ik naar Japan gegaan om te kijken of ik daar vestigingen kon vinden. En om te kijken überhaupt of het past er wel. Ja. Maar hoezo Japan? Nou, we hebben heel veel Aziatische gasten. Of hadden. Ja, natuurlijk. Ja, maar misschien mag ik dat niet zeggen, maar op de Zaanse Schans. Ja. Toch, dat zijn, nou... Ja. Giga. Ja. En Amerika. En Chinezen ook. En Chinezen ook. Ja. Ja, alleen Chinezen werd mij afgeraden door de ambassadeur van China. Dus die zei, die moet je niet doen, dat is te moeilijk. Dus toen zijn we naar Japan gegaan. Dus we waren eigenlijk al bezig om de stappen te gaan maken. Maar ja, we zijn nu... Wanneer was dat? 2019. Jeetje, Nicolette. Ja. Goh, ja, nu zijn we even een beetje teruggeworpen. We moeten even weer even rustig gaan. Dat zit in de ijskast en dat komt er wel weer uit. Ja. Ja. Leuk. Hey, en Amerika, is ook een per annuel. Ja. Daar hebben ze nou, jullie hebben ook heerlijke Amerikaanse pancakes. Nee, zeker. Amerika is ook een groot doelwit van ons. Daar wil ik zeker graag heen. Heb ik in het verleden ook wel met een meneer over gesproken om een franchise te doen daar. Kwam er toen niet. Het was te vroeg voor ons. Hm. Maar ik denk zeker dat wij daar voet aan de grond willen gaan hebben. Tuurlijk. Leuk. Ja. Nou ja, en wat ik zei, Pancake Zuidas. Waarom hebben jullie voor de Zuidas gekozen? Nou, in het Amsterdamse centrum waren we eigenlijk al goed vertegenwoordigd. En Zuidas, je zit natuurlijk heel veel internationale bedrijven. Ja. En die hebben natuurlijk ook heel veel mensen over. Dus ik dacht van, ja, wat is er dan leuker? Dus kunnen ze wel allemaal naar de Zaanse Schans sturen. Ja. Maar om dan gewoon een zakenlunch bij ons te hebben in plaats van ergens anders. Ja, en het ziet er ook fantastisch uit. Je kunt daar echt wel een zakenlunch geven, inderdaad. Ja. Ja. Dus eigenlijk hadden we dat ook wel. En dat was, we waren niet heel lang open, maar het ging eigenlijk wel goed. Ja. Boven onze verwachtingen. Ja. Ook veel kinderen, omdat hier natuurlijk ook heel veel steeds sportclubs. Meer kinderen. En ook steeds meer kinderen. Ja. Heel veel bewoning is er. Het viel mij op in de lockdown, dat het hier toch echt wel wat drukker was. Ja, en nog drukker, hè? Want ik geloof dat in 2028 komen er 10.000 woningen. Ja. Ja, dus dat zijn heel veel pannenkoeken. Nou, heerlijk. Even kijken hoor. Want je hebt nog veel meer gedaan behalve pannenkoeken verkopen. Want jullie doen met die pannenkoeken doen jullie ook heel veel goodwill, toch? Ja, ja.
Want het motto is bij mij, wie goed doet, goed ontmoet. Ja. En ik vind dat elke vestiging ook iets voor de buurt moet doen. Heel mooi. Bij de Westermarkt, dus naast Prinsengracht, vond ik eigenlijk altijd... naast het Anne Frankhuis, die mensen hebben altijd heel veel last van heel veel toerisme. Dus Prinsengrachtfestival. Al die rijen bedoel je? Die ja. Het, ja, ja. Zijn we sponsor van en dan geven we een gratis buurtconcert in ons binnen en in ons tuin. Ja. Dus zo willen we eigenlijk altijd wel iets terug doen. Ja. De Wallen gaan doen we mee met de jazz, Red Light Jazz altijd. Leuk. Ja, is ook heel leuk. En hier op de Zuid zijn we natuurlijk meegedaan. Ja, we hebben toen Zuidas bedankt de zorg. Hè? Ja. Toen hebben jullie ook heel allemaal mooi, hele initiatief. Mooie pakketten. Ja, wat was dat ook alweer? Jullie hadden hele mooie pakketten met dat je zelf je pannenkoeken ja. kon maken. Ja. Daar was er trouwens heel, mensen waren heel enthousiast. Ja, gelukkig. Ja, dat was een initiatief voor ziekenhuispersoneel ja. toen. Ja. ja. Dat we goodiebags gemaakt, inderdaad. Morgen ga je toch ook iets doen, zei ja, je? Ja, morgen gaan we ook iets doen. Wij zetten ons ook eigenlijk altijd in voor Make-A-Wish Foundation. Dat zijn voor mooi. Kinderen die ziek zijn, die dan een mooie wens uit laten komen. En dit meisje komt morgen pannenkoek eten bij ons en dat doen we wel vaker. Dan komen ze langs met een limo, niet veel vaker, maar wel, ja. En dan gaan ze lekker met het hele gezin sluiten het restaurant, want ze moeten wel veilig zijn. Dan voelen ze gewoon helemaal de koningin. Ja. En, och, heerlijk, ja, geweldig. Leuk. Geweldig om te doen ook. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je die verbinding maakt. Hè? Ja. Met, nou ja, met de buurt en ook met Make-A-Wish, met al die prachtige goede doelen. Ja. Wat zijn eigenlijk de... Oh, wanneer gaat trouwens Pancake Zuidas open? Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat thuiswerken moet geen norm meer zijn. Laten we daar maar eerst mee beginnen. En ten tweede, wij hopen echt wel eind augustus, begin september weer open Fijn. Te gaan. En gaan jullie dan heel zachtjes open of wordt er een feestje gegeven? Nou, dat weet ik niet. Ja, nee, dat kost alleen maar geld. Als het mag, dan gaan we heel groot feest geven. Leuk, maar, ja, voor de buurt. Ja, ja. heel leuk. Ja, misschien kunnen we wat bedenken ja. voor de buurt. Samen met de gemeente of zo. Ja. Toch? Ja, dat is goed idee. Leuk. Er is trouwens binnenkort, ik geloof in augustus, is een soort wieler. Ja, klopt. Dus ja. Ja, dat, ja, ik heb al contact gezocht met de organisatie. Ja, dat vind ik ook misschien wel leuk, toch? Ja, ja, dat ja. is, en het is bij jou aan de overkant. Dus ook super. Exposure is natuurlijk fantastisch. Ja. En nou ja, dan gaan de openingstijden, die blijven hetzelfde dan, toch? Ja, zeven dat denk dagen ik wel. In de week. Zeven ja. dagen in de week. Ja, ja. ja. Niet al te lang en top. Wij gaan... heel veel pannenkoeken bij je ja. eten, Nicolette. Heel goed. En fijn dat je hier geweest bent. Nou, dat je in mijn nou, dankjewel was. Dat mocht komen. Want het was voor jou echt wel een beetje haasten. Want je bent want hoe laat ben je aangekomen? Nee, ik ben gisteravond aangekomen. Ja, want Nicolette is gisteren vers van de pers uit Italië gekomen. Ja. En nu zit ze fris en fruitig hier in de talkshow. Ja. Dus kun je nagaan wat een energie deze dame heeft. Dank je. Dank je wel voor het delen van je verhaal, Nicolette. En wij komen met z'n allen heel veel pannenkoeken Goed bij je zo. Eten. Altijd welkom. Dank je.